Ik ben Herman Douwe. We hebben met ons gezin hier een biologisch melkveebedrijf van 130-tal koeien. Onze silo's waren dus aan vervanging toe. We zochten dus eigenlijk een duurzaam systeem voor de toekomst. We zijn dus biologisch en we zijn heel afhankelijk van het ruwvoer op ons bedrijf. We willen dat de ruwvoer zo goed mogelijk in de kuil komt, maar zo min mogelijk verliezen. We hebben samen met CBS en Easy Silos bekeken wat de beste opties waren voor ons bedrijf. We zijn dus uitgekomen op het 200% systeem. Dus dat wil dus zeggen een jaar inkuilen en een jaar voederen en telkens omwisselen van silo. Dat heeft dus de beste garantie op kwaliteitsvolle ruwvoer. Samen met Herman hebben wij gekozen voor een totaalproject. Dat houdt eigenlijk in dat CBS Beton alle partners vastgelegd heeft. Dus wij hebben eigenlijk gekeken ten eerste voor de calculatie van de opslagcapaciteit. Aan de hand daarvan hebben we een definitieve opstelling gemaakt. En wij hebben de aannemers zelf vastgelegd. Dat gaat eigenlijk van CBS natuurlijk voor de agriwanden. Wij hebben ook gekozen voor de onderaannemers voor de grondwerk, voor de verharding. En dan hebben we ook een samenwerking tot stand gebracht met firma Easy Silos voor het automatisch afdeksysteem. Voor boeren was het altijd lastig om A, het goed af te dekken en B, om alle dagen de koeien eenzelfde stabiele, hoogwaardige ruwvoerkwaliteit voor te zetten. En nu hebben we één hele grote rijkuil gemaakt waarbij hun alle kwaliteiten als een lasagne systeem in één rijkuil brengen. Dat is horizontaal weggelegd en ze voeren verticaal. Dus dan heb je de eerste snee, tweede snee, het maïs. Alle kwaliteiten heb je het gedurende het hele jaar, alle dagen voor je koeien. En wij hebben waterslangen in het afdekkleed verwerkt. Die duwen heel goed naar beneden en naar de zijkant af, waarmee je je voer goed luchtdicht af kunt sluiten. We hebben gekozen voor de wanden die heel mooi en strak afgewerkt zijn, heel mooi glad. En de hele goede sterkte, dus 15 ton aslast. De eerste ervaring met het afdeksysteem is eigenlijk supergoed. Dus op 20-tal minuten ligt de kuil helemaal open en toe. Bewaring is in ieder geval veel betere conservering. Dus behoud van kwaliteit van de producten. De samenwerking is heel goed verlopen. De planning is heel goed verlopen. De opvolging, de plaatsing, alles is eigenlijk super goed verlopen.